Goeiedag, daar zijn we dan met de uitslag van de kerstprijsvraag. We laten even zien wat de uitslag is. Te winnen valt een mooie BCE-pet met BCE-logo. Een beetje een variant van de kerstmuts. Een mooie pet. We lopen even de antwoorden door van waar ze verstopt waren, hoeveel kerstmutsen er in de fastbreak zaten. Zo zijn we dan. De eerste zat hier bovenin. Niet te missen, grote kerstmuts. De tweede zat daar. De derde was op de kerstbal. En nummertje 4 van de eerste was een heel kleintje. Dus we hebben hier een totaal van 4. Op de tweede bladzijde, daar zitten er een paar meer. Ede doet 1. Op de kerstman, heel klein. Maar had je de tekst gelezen, dan was er een verwijzing naar. Er zit er ook eentje. Steve Curry met een kerstmuts. De kerstbal in de hoek, een heel kleintje. En op de bladzijde nummer 2 zit er ook eentje. Er zijn er totaal 5. Met de 4 van de vorige hebben we een totaal van 9. Gaan we naar de laatste bladzijde, daar zaten de meeste. Een heel kleintje boven in de hoek. En een kleintje op de Fast Break logo. Er zijn er al 2. De U10. 1, 2, 3. Er zijn er al 5. Bij de U14 nummertje 6 en 7. Bij de dames 8 en 9 en een hele kleine hier is 10. En bij de U18 1, 2, 3, 13. Nou, 13 samen met die 9 geven ze het antwoord van 22. En daar zijn een paar die dat goed hadden. Namelijk Charlotte, Rafa, Danielle en Dané. De goede inzendingen van Dané, Rafa, Charlotte en Danielle zijn in de duel geplaatst. Er zitten een paar jokers in het petje, dan gebeurt er niks, dan draaien we nog een keer. En we gaan nu over op de trekking van de allereerste BC kerstprijsvraag. Krijg hem maar uit je mond in één keer. Komt ie! En de winnaar is... Het is Rafa. Rafa, gefeliciteerd met je prijs. We zorgen dat die bij je komt. Nou, dat was de kerstprijsvraag. Ik wens jullie een hele goede dag en natuurlijk een heel goed en sportief jaar. We mogen weer ballen, dus we gaan elkaar wat zien in de sportzaal. Tot de volgende keer.